Gent vanmiddag omstreeks 2 uur. Enkele honderden mensen staan aan de ingang van de Sint-Baafskathedraal aan te schuiven. Allemaal willen ze de bisschopswijding van Lode van Hekken van dichtbij meemaken. Het is toch wel een unieke belevenis om te kunnen bijwonen als er een nieuwe bisschop wordt gekozen. En ik denk niet dat dat veel zal voorkomen in mijn verdere leven, dus ik wil er toch zeker graag bij zijn. Ik ben Aalstenaar en er is een redelijk groot volksfeest bij ons aan de gang, Aalstcarnaval. Maar mijn vrienden zijn daar nu, ik ga mij straks naar daar begeven, maar ik vind het ook een speciaal symbolisch moment toch wel. Ik denk dat hij niet petiterig is, dat een mens is met een open visie. Ja? We zullen er gelukkig mee zijn, maar de vorige bisschop was ook zeer goed. Ondertussen moet Lode van Hekken zich haasten naar de kathedraal. Het is een hele drukke dag voor hem. Dat er buiten honderden mensen op hem staan te wachten, dat doet hem niet zoveel. Eigenlijk maakt dat niet veel indruk op mij. Ik vind dat eerder plezant. Ik voel me eigenlijk heel op mijn gemak. Ik voel me heel goed ontvangen in dit bisdom. De mensen verwachten misschien te veel, ik weet het niet. Maar het doet wel goed van zo verwacht te worden. Heel wat belangrijk volk kwam de bisschopswijding bijwonen. Koningin Paola aanschouwde de viering van op de eerste rij. Voor Luc van Looy betekent de wijding een einde van een periode van wel 16 jaar. Vanaf vanavond is hij niet meer verantwoordelijk voor het bisdom Gent. Hij trekt hierna naar een bedevaartsoord in Scherpenheuvel. In die zin is het een afscheid nemen toch wel van heel veel lieve mensen. Hè? Ik heb hier heel veel mensen ontmoet en gekend en samengewerkt. Inderdaad, ja, het is een beetje loslaten, zegt men. Hè? Loslaten. Ik ga het hier heel zeker missen. Jawel. Jawel, ondertussen ben ik heel vergroeid met de stad, met het bisdom. Ik ga Gent missen, ik ga Oost-Vlaanderen missen. Nou ja, kijk, zo gaat dat, hè. Verschillende rituelen volgen elkaar op, zoals onder andere het voorlezen van de benoemingsoorkonde van de paus, de handoplegging en het wijdingsgebed. En daarmee is Lode van Hekken vanaf vandaag de 31ste bisschop van Gent.